Tom Haaien, en Interlandweek gaf jullie een week rust na de domper tegen Dordrecht. Ik hoopte eigenlijk ook na Dordrecht dat we het een beetje gehad hadden. En toen kwam deze wedstrijd. Ja, op dit moment is het gewoon een feit dat we wel eens uitspreken dat we naar boven willen kijken. Maar het is continu zo wisselvallig wat we op de mat leggen dat je gewoon precies verdient te staan waar je op dit moment staat, denk ik. Tegen Dordrecht gaf jij in interviews aan, ik voelde een beetje voor de wedstrijd eigenlijk al dat we er niet lekker in zaten. Was dat vandaag ook zo? Nee, niet per se. Vandaag is wel anders. Op zich gingen we gewoon met een goed gevoel naar deze wedstrijd toe. En het is gewoon in alles een verschrikkelijke avond. Ik denk in eerste instantie zonder het publiek. Jong Utrecht dat vanaf begin af aan alleen komt om in te zakken. Vreselijke ploeg. En dan wat wij daar tegenover zetten, dan... ik weet niet zo goed wat ik daarover kan zeggen. Nou, ik dacht eigenlijk begin, de eerste paar minuten, de drive was toen goed aanwezig, erop en erover. Maar dat zakte eigenlijk ook wel heel snel weg. En jij zegt, ja, Utrecht kwam alleen maar om te verdedigen. Maar die hebben de loop van de eerste helft en ook de tweede helft ook echt wel hun mogelijkheden bij elkaar gespeeld. Ja, maar dan kan je ook afvragen, is dat omdat Utrecht zo goed speelt? Of omdat wij het doen? Want volgens mij is elke mogelijkheid of kans die Utrecht creëert, die komt uit balverlies van ons. Breedte ballen, iemand inspelen, man voor je komen, counter. Alleen maar counters. Dus dan kan je zeggen, Utrecht speelt goed, maar volgens mij speelde Utrecht helemaal niet goed. Volgens mij zijn de momenten dat zij gevaarlijk worden, komen puur uit dat wij gewoon heel slordig balverlies leiden. Ja, dan kan je wel een soort van hoog op het veld staan. Maar als je zulke simpele ballen inlevert, dan krijg je af en toe van dat soort counters tegen welke ploeg je ook speelt. Dat was tegen Dordrecht ook. Wat kan jij zelf in het veld doen op jouw plek, jouw rol, met jouw kwaliteiten? Ik weet niet. Ik probeer veel naar me toe te trekken. Maar je ziet ook dat Utrecht me wat vaker probeert vast te zetten. Ik denk dat ik nog best wel veel aan de bal ben geweest. Je werd heel veel gezocht en ik had op een gegeven moment, met name in de loop van de tweede helft, een beetje het gevoel van, ja jongens, Tom kan het ook niet in zijn eentje. Ja, ik heb af en toe ook gewoon zoiets van, als ik zo word gezocht door Utrecht, dan geeft dat aan de andere kant ook veel ruimte om initiatief te nemen op andere plekken. Dus soms heb ik ook zoiets van, weet je wat, als ze dat doen, dan blijf ik maar gewoon even weg. Dan moeten we misschien daarin meer initiatief nemen om ook... gewoon meer te variëren. Ik denk wel de tweede helft dat we best veel controle hebben gehad. En ja, best hoog op het veld gespeeld hebben. Maar ja, het is gewoon heel matig in het aantal kansen wat we creëren. Als je kijkt naar ploegen die boven ons staan, hoeveel die scoren. Hoeveel kansen, open kansen ze creëren vergeleken met dat wij doen. Dan hebben we denk ik nog best veel de bal. Maar wat eruit komt, dat is heel weinig. Ja, ook als je kijkt naar de slotfase, je staat dan op dat moment 1-1. Er is eigenlijk ook van een slotoffensief of iets dergelijks. Die energie, die overtuiging in de ploeg om daar nog een slotoffensief uit te persen, zat er eigenlijk ook niet in. Ja, dat is ook iets wat me best gestoord heeft of wat gemist is. Aan het einde is het vrij gelatig allemaal. En gewoon wat ik zeg, al eerder in de wedstrijd, hoe we vaak gewoon eigenlijk aan de bal het initiatief zelf weggeven of... toch even van de bal worden gelopen of toch even ergens tussen, net niet erbij. Daar is het op een gegeven moment ook van, kom op, weet je. Volgens mij zitten we een tijdje in deze periode en zeker na de vorige wedstrijd. Als je dan uiteindelijk zo voor de dag komt, dan vind ik het ook even lastig te zeggen. De conclusie is dan eigenlijk dat je veel meer initiatief verwacht van je teamgenoten. Nou ja, het is makkelijk om te zeggen, ik heb daar zelf ook een aandeel in. Ik vind dat ik af en toe ook te weinig heb gedaan met de ruimte die ik kreeg. Maar het is wel een terugkomend probleem dat we te weinig variatie hebben. Waardoor we te weinig echte kansen creëren. Dus dat heeft wel met initiatief te maken. Er staat er maandag alweer een wedstrijd op het programma. Ik kan me voorstellen dat je er misschien nog niet aan wil denken, maar aan de andere kant misschien ook juist weer wel. Nou ja, ik denk beter wel. Het is vaak zeker na zo'n wedstrijd, als je dan nog een week moet wachten, daar heeft niemand zin in. Het enige wat je nu weet is dat je vandaag, dat het gewoon kut is, maar dat je morgen alweer bezig bent met de volgende wedstrijd. Dus
wat dat betreft denk ik dat het wel beter is. Alleen ik denk dat je dan precies hetzelfde kan verwachten als vandaag. Gewoon een jong ploeg die puur op resultaat wil spelen tegen ons. En met vaardige spelers. Dus als je daar weer slordig voor de dag komt, dan krijg je precies hetzelfde verhaal, denk ik. Ja, dus maandag het ware gezicht van NAC tonen. Ja, het ware gezicht gewoon. Ja, het Noad-stuk, dat is echt vandaag echt totaal niet teruggezien. Ja, maar het ligt niet per se aan instelling, denk ik. Maar het is wel af en toe, we laten het onszelf echt overkomen. En dat stoort me wel, want dat is wel iets wat al het hele seizoen een beetje erdoorheen, weet je, met een beetje ups en downs. Maar te vaak dat we het maar een beetje laten gebeuren. En dat moet sowieso maandag een stuk beter. Dankjewel.